De criminaliteitscijfers over 2018 zijn dinsdag door burgemeester Hubert Bruls gepresenteerd. Ieder delict is er één te veel, maar volgens de burgemeester gaat het in Nijmegen nog helemaal niet zo slecht. Nou kijk, als je naar het algemene beeld kijkt, blijft opvallend hoe ook vorig jaar weer de cijfers in grosso modo gedaald zijn. Met name als je kijkt naar de klassieke vermogensdelicten, dus een winkeloverval, een woninginbraak, een overval, een diefstal van een auto, die zijn eigenlijk voor het grote deel gedaald, behalve die auto's dan, dus dat is wel jammer. En ik vind het heel erg opvallend dat bij een categorie zoals huiselijk geweld, waarvan we weten uit onderzoek dat het de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving is, hoe dat in Nijmegen al jaren stevig aan het dalen is. En daar ben ik wel heel erg tevreden over, want u kunt niet beseffen wat dat betekent voor een samenleving, dat mensen toch grotendeels het gevoel kunnen hebben, als ik thuis ben, dan ben ik in ieder geval veilig. Dan ben ik bij mijn partner, bij mijn kinderen, dan ben ik mijn huishouden. Als je het gevoel niet kan hebben, omdat er voortdurend de dreiging van geweld is van je partner, je kinderen, dan is de wereld echt voor je aan te verzinken. Dus daar ben ik wel blij mee dat dat goed gaat. Een andere succesvolle ontwikkeling is volgens Bruls de inzet van veilige wijkteams. Een toenemende aandacht voor preventie door buurtgenoten, terwijl misdaadcijfers hierdoor op tal van terreinen afnemen. Als je kijkt naar 2018, zie je dat die veilige wijkteams echt hun plaats zijn gaan opeisen. We hebben natuurlijk altijd al inzet gehad van politie en van gemeentelijke mensen, maar die samenwerking in die veilige wijkteams, waar we nu zo'n 2 jaar mee bezig zijn, dat maakt soms echt wel het verschil. Dus ik ben heel erg content over die veilige wijkteams. Die hebben echt wel bewezen dat we daar goed aan hebben gedaan om die op te richten en dat we daar natuurlijk ook mee verder zullen gaan. Samen met informatieverzamelingen. Ik denk dat dat de 2 toverwoorden ook voor de komende jaren zijn. Veilige wijkteams, dat zegt iets over samenwerking tussen politie, gemeente en anderen. En big data. Echt data verzamelen om beter te kunnen voorspellen waar misdaad en in welke vorm zich plaatsvindt.